Ik schrijf al 8 jaar boeken over gezond voedingspatroon, over gluten, over koelmelk, over suiker, over toevoegingen in voeding. En zag dat echt als het ultieme antwoord. En dat zie ik nog steeds zo, maar ik ben er nu wel achter dat een heel druk, overvol leven eigenlijk de wortels van het probleem zijn. Kwam ik vooral achter na de geboorte van onze dochter in 2011 dat ik maar bleef werken, bleef jagen. Alles moest fantastisch zijn en geweldig en voor de buitenkant en lekker druk, 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 zo'n hip ding om te zeggen. Ik heb gemerkt, en we zien het natuurlijk allemaal om ons heen, dat dat hele gestreste, drukke leven, zo gejaagd zijn en alles perfect willen hebben, dat we dan niet meer normaal kunnen functioneren. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. En dan is het logisch dat je ook geen normale keuzes meer kan maken voor een goed voedingspatroon, voor normale dingen. En dat je lichaam alleen maar vraagt om iets fatsoenlijks. En dat je het enige wat je dan nog kan doen, is die keukenkastjes opentrekken en slechte dingen eruit halen. Het probleem is dat overvolle leven. Door meer te focussen op ontspanning, op rust, op aandacht. Aandacht voor jezelf, aandacht voor wat je eet. Kun je je leven totaal transformeren. Ik geef je in dit boek tools en trucs om met je eten om te gaan op zo'n manier dat je geen dieetregels nodig hebt. Geen regels over hoeveelheden. Zelfs eigenlijk niet over wat er daadwerkelijk op je bord ligt. Omdat je weer gaat luisteren naar wat jouw innerlijke zelf tegen je zegt. Waar je echt behoefte aan hebt. Dit boek maakt een absoluut einde aan alle saaie, suffe en keiharde dieetboeken. Dit is de missing link waar het om gaat. Het antwoord voor jouw gewicht en je gezondheid. Ik zou zeggen, zet je telefoon uit, je wifi uit, je schoenen uit, kaarsje aan, lekker kopje thee en lees dit boek met een zacht pianomuziekje en het zal jouw leven transformeren. Gewoon ontspannen en bereik meer dan je ooit voor mogelijk hield.